Dankjewel. De altijd prachtige stem van de Duimlijn. Goedemorgen, leuk om jullie allemaal te zien. Hebben jullie al een beetje lekker geslapen vannacht? Ja, ik zal eerlijk toegeven, ik was nog enorm hyperactief eigenlijk gisteravond. Want we hadden niet verwacht dat het zo'n vlucht zou nemen op social media. Dat de grote Ridderkerk liet. Toen ik vanochtend keek om 9 uur, toen was het al 20.000 keer bekeken. Volgens mij wonen er 45.000 mensen in Ridderkerk. Dus dat is al de helft ongeveer. En ik verwacht na vandaag dat we op de 30.000 staan of zo. Zitten we al, wordt hier gezegd. Oh jeetje. In ieder geval, het is ontzettend leuk om al die reacties te zien. Ik ga zo dadelijk het Ridderkerklied voor u zingen. Maar op de band hoort u nog veel meer mensen. Natuurlijk mijn band. Maar in het bijzonder hoort u dadelijk ook een heel mooi orkest. En dat is onze eigen Harmonie uit Slikkeveer, dames en heren. Samen met leden van Harpen David. En dat is niet het enige. Op een gegeven moment, wat later in het lied, komt er ook nog een koor bij. Namelijk popformatie Something Else. Oh, ik vind het echt super leuk dat jullie gekomen zijn. Even kijken, ja, ik heb een bril, want anders zie ik lijk bleek, ben ik bang. Na dit lied hebben we een officiële uitreiking met de burgemeester hier op het podium. Die krijgt de eerste cd. Wil je zelf nou ook zo'n cd, dan moet je naar een kraampje kopen met Nicky van der Linden. Waar is Nicky? Nicky van der Linden, waar is jouw kraampje? Daar verkopen we die cd's. Overigens, Nicky van der Linden is de projectleider van het grote Ridderkerklied. Dus doe maar even je handje omhoog, applausje voor Nicky. En een man in het bijzonder die de tekst heeft geschreven staat ook in ons midden, namelijk Martijn Gorter. Ik zie je even niet staan, daar. Martijn! Nou, zonder verder te zeuren, gaan we maar het Ridderkerk. Wie hebben eigenlijk de clip al gezien gisteravond? Dat zijn er best veel. Hè? Geef toe, hij is de moeite waard, toch? Ja. Door Rens Bok Productions gemaakt. En wie kent het lied al een beetje uit zijn hoofd? Ja, jullie natuurlijk. Gaan jullie ook echt jullie partijen dadelijk doen met de A's en zo? Of zien jullie meer het refrein? Nee. Dat gaan we zien. Dames en heren, zonder verder geouwehoer. Dit is het grote Ridderkerklied. Ja, misschien wel leuk om te zwaaien. Ik zal er helemaal niet te denken van. Dat ga je eigenlijk wel doen. Ben je voor het voetbal, voor Bonnes of Slikkeveer? Trek dat Dolfdrieflied of het zandje toch wat meer? Je schooltijd op de chemie, nou dat ging totaal niet snel. En dat was echt niet beter, met die gasten van het Varel. En ik zie je op het dorp, in de Goorze of op Koningsplein. Zie maar mee! Als ik in de spits vanuit mijn weg naar de spits van de Singelkerk kijk, dan voel ik me meteen weer thuis met mijn huisje aan de dijk. Want we hebben het zo slecht nog niet in ons mooie Ridderkerk. Je bent bijna een dorp en bijna een stad. Ach wat, je zit heel diep in mijn hart. Ja toch! Wil je bij een clubje met de bal of instrument? Altijd een vereniging waar je hartelijk welkom bent. Ridderkerk, fabrieken door, van rubber en van staal. Holiksmeet en Boelen kennen we nog allemaal. En ik zie op het dorp, in de Goorze op het Koningsplein. Zing maar mee! Als ik in de spits vanuit mijn bek naar de spits van de Singelkerk kijk, dan voel ik me
zit heel diep in mijn hart. Moet je dat orkest eens horen, dames en heren? Dat orkest! Ga even zwaaien! Je bent bijna door, ben bijna stad. Wat? Je zit heel diep in mijn hart. Wat? Je zit heel diep in mijn hart. Mijn schat, je zit heel diep in mijn hart. Oh, dankjewel, dames en heren. Het was vroeg, maar het was wel heel erg leuk. Ik heb het Koningsplein nog nooit zo vol gezien, joh. Pas op, dames en heren, mag je een warm applaus voor uw burgemeester. Wil ik nog wat zeggen, jongens? Oh, die wil nog wat zeggen. Jongens, ja. Hebben jullie even een half uurtje? Hij is altijd zo lief voor me. Goedemorgen, waar hebben we dit aan verdiend? Nou, hé. Was mooi, hè, het Ridderkerklied. Hoe bijzonder is het. Als er iets is wat verbindt, Guus. Nou. Gaan we zo staan? Gaan we zo staan? Is dat voor de fotografen? Ja, Nicky, dan kan jij zo lopen, dat komt helemaal goed. Ja. Als er iets is wat verbindt, Guus, dan is het muziek. Ik hoop echt dat dit lied wordt voor Ridderkerk, wat hand in hand kameraden is voor Feyenoord. Dan komt het helemaal goed. En dat is ook heel gewoon, Ridderkerkers zijn heel gewoon, geen poespas. Hè? We hebben het zo slecht nog niet in ons mooie Ridderkerk. Dat is ons op het lijf geschreven. Maar schat, je zit heel diep in mijn hart. Toch wel, ja. Dat geldt voor Ridderkerk, maar dat geldt ook voor jou, Guus. Applaus voor Guus, een prachtige Ridderkerklied. Nou, dan is het nu tijd voor het fotomoment, denk ik, voor de pers en de combinatie. Kom maar naar voren, Martijn en Nicky van Linden. Ik had eerst compleet fout gezongen, hè? Dat was die oude tekst nog van jou, met die voetbal. Nee, dat was mooi. Kom je uit Bonnes of Resort of Snikker weer? Toen had ik hem, toen klopte die. Even kijken, hoe gaan we dit doen eigenlijk? Ik heb hem. Nicky, wil jij nog wat zeggen eventjes? Nee, ik wil niks zeggen eigenlijk. Ik wil alleen maar laten zien hoe mooi de cd is geworden en hoe goed de clip is. En als je hem nog niet hebt gezien, doe dat dan zeker, want het is echt, echt, echt de moeite waard. Dus, Op YouTube en op Facebook gaat hij keihard. Wat wel leuk is om te laten zien, dit is een mooi zwart-wit met heel veel sponsors overigens die hebben meegedaan. Nou, of ik moet ze allemaal noemen of niet, ik kies even het laatste optie. En de cd zelf, zoals je ziet, prachtig in kleur, het Ridderkerklied. Dus dadelijk bij het kraampje voor 5 euro maar liefst, gesigneerd en wel. Nou, kopie en we hebben er maar 100, niet meer. Dus als je dat wil, moet je snel zijn, ze gaan zo weg. Dames en heren, de eerste cd van het grote Ridderkerklied. Met een warm applaus geven, dit zweetje wegpinken, is voor de burgemeester. En dat doen we dan even.